Een oude eikenboom aan de Oude Kleefse Baan in het dorp Bergendal krijgt een tweede leven. De boom, waarschijnlijk ruim 200 jaar oud, verkeerde in een zeer slechte staat en werd daardoor onveilig. Met pijn in het hart moest de boom verwijderd worden. Maar gelukkig mag de stam blijven staan. De eikenboom uit 1800 was bij veel mensen geliefd. Zo ook bij de groenmannen van de gemeente Bergendal. Zij kwamen op het idee om de boom een tweede leven te geven. Kunstenaar Sander Boom gaat de stam omtoveren tot een heus kunstwerk. We gaan van de boom eigenlijk een kunstwerk maken. Daar is over gesteggeld van ja, wat zou het moeten worden. Nou, toevallig zitten we heel dichtbij Romeinse watergangen. Nou hebben ze hier in de buurt opgravingen gedaan en daar is uitgekomen dat daar ook een handvat bij zat van een kelk. Er waren meerdere objecten, maar sommige leken een beetje, ja, geen idee wat het was zeg maar. Deze kan ik wel heel mooi naar voren brengen, zodat iedereen gaat begrijpen wat het is zeg maar. Dat het een Romeins ontwerp is. En ja, het oer van een beker ligt in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. En klein dingetje, maar hij wordt hier 10 keer zo groot. Dus dat wordt mooi in die hele mooie grote boom uitgezaagd. Sander is een ervaren en prijswinnende sculptuurzager. Maar ook voor hem is dit een hele nieuwe opdracht. Ja, het is natuurlijk even lastig. Hoe ga je te werk? Hè? Want ja, deze hebben wij ook nog nooit gedaan, zeg maar. Hè? Maar ja, een opgraving en dan te realiseren. We hebben een klein beetje overlegd van nou, hoe komt dit mooiste tot terecht. Dus we gaan nu dadelijk gaan we gewoon de hele grove lijnen erop zetten. En die spuiten we eerst erop met de spuitbus. Dan gaan we gewoon met de zaag hele grote stukken wegzagen. Zodat we echt de ruimte gaan krijgen. De golf als het ware van het handvat erin brengen. En dan gaan we meer de details erin brengen. Het kunstwerk wordt gedetailleerd. Het kost dan ook flink wat tijd om de afbeelding in het hout te zagen. Hoe gedetailleerder, hoe meer werk, zeg maar. Er zit ook een gezicht in, dus dat vergt wel heel veel werk. Ik denk als je morgen bijvoorbeeld langs zou komen, dan denk je, nou, hij is al bijna zover. Hè, de grote stukken zijn er dan af, de grote vormen zitten erin. Maar dan ga je detailleren en ja, dat kost nou eenmaal veel meer tijd. Het plaatje is wel mooi. Ja, ik heb op kantoor er al grapjes over gemaakt en ik kan het nou nog wel een keer herhalen. Het is leuk, een mooie afbeelding. Er staat ook nog een Romeinse vrouw op. En toen zei goh, gelukkig zijn het een keertje niet alleen de mannen. Het is ook wel mooi dat er een afbeelding van de vrouw op zit. Dus ja, ik ben benieuwd wat het straks gaat worden.